Cor Everstijn, hier links, in zijn eerste profwedstrijd in 1979 tegen de Spaanse Belg André Blanco. Hij wint, zoals hij zoveel wint in die tijd. Was het een goede bokser? Het was maar er zat meer spirit in als techniek. Hij had wel een bepaalde techniek, hij had lekkere goede linkse directe, maar hij had zo doorzettingsvermogen, hij had zo'n karakter. Dat deed ook velen de das om, hoor, want hij bleef gaan. Jongens, zoek een maatje op. Dries Sloof, de oude trainer van Cor, geeft nog steeds training. Aan jong talent, maar ook aan oude rotten. Bij boksclub Krooswijk. De jongste is 61, de oudste 83. Lekker spelen met elkaar. En blijf van die koppen af, jullie zijn al zo lelijk. Vandaag hebben ze een speciale gast. Peggy, de dochter van Cor Everstijn, traint mee. Want volgende week gaat ze bij de tentoonstelling over haar vader ook de ring in. Nou ja, ik ben natuurlijk wel grootgebracht met boksen. Dus ik ging altijd met Mr. Vaat mee naar de trainingen. Dus dan heb je er toch iets meer affiniteit mee dan met ballet bijvoorbeeld. Precies de vader, hoor, Kok. Net als Peggy krijgt ook Cor het boksen met de paplepel ingegoten. Hij is de zoon van de bekende Rotterdamse bokser Bram Everstijn. Cor begint als kermisbokser en wordt later meervoudig Nederlands kampioen weltergewicht. Maar behalve koning in de ring is hij ook koning op de dansvloer. Hij maakt het boksen rock and roll. Karel van Hees ontmoet Cor als hij net begint als persfotograaf bij een bokswedstrijd in Odeon. Hij volgt hem jarenlang. Het verhaal van Cor Everstijn is aan de ene kant die enorme vermogen. Het vermogen hebben om je te focussen in het leven. Hè. Dus een droom hebben. En die droom bij Cor was gewoon een groot bokser te zijn. Een kampioen te zijn in de ring. Maar de andere kant van Cor was dat hij af en toe ook, je zou kunnen zeggen dat hij af en toe de verantwoordelijkheid heel zwaar vond. Er was een enorm verschil bij hem tussen zijn gevoel van vrijheid en de andere kant de verantwoordelijkheid nemen voor het leven. En die gelaagdheid, dat maakte hem wel heel bijzonder. Hij had nooit genoeg, hè? Hij wist zelf niet waar zijn grens lag. En je kon lachen met Cor. Hadden we gelopen bijvoorbeeld. En dan gingen we, hij zei, Disco, dan gaan we even langs Huizenaar. Maar inmiddels Huizenaar was zijn manager. En dan gingen we na het lopen gingen we naar de Jerichoolaan, dan belden we aan. En dan kwam er, en we even boksen jongens. En houdt het leuk. En dus dan belden we aan en dan kwam Huizenaar aan de deur. En dan ziet Cor zo staan in een Mitella. Godverdomme, zo'n paarden, kloot Henks, wat heb je nou gedaan? Want hij moest maandags boksen. En dan haalde hij ineens dan zijn hand eruit. Maar in zijn sombere periodes verliest Cor zich in drank en drugs. De wedstrijd tegen Cliff Gilpin op 7 maart 1983 is een keerpunt in zijn leven. Al in de eerste ronde gaat hij knock-out. Deze foto vind ik echt naar. Ik was zelf nooit bij de wedstrijden. Dit was mijn kennismaking met zijn wedstrijden. Ja, hier vind ik... Ja, het doet mij echt pijn om naar te kijken. Want hij was, daarna was hij echt heel erg down. Daar is hij niet snel overheen gekomen. Het blijkt zijn laatste wedstrijd. Een half jaar later wordt Cor Everstijn dood aangetroffen in bed. Hij is 80 jaar geleefd, Cor. Hij heeft er wel wat van gemaakt. Hij heeft er alles uitgehaald wat erin zat.